Cultuurprijs Pillemaas is vrijdag uitgereikt aan Balo Leeft. De groep Balonaren organiseert activiteiten zoals Theater op Straat, Kastelendag en vorig jaar Balo Steengoed. Het feit dat de stichting al 10 jaar erg actief is met de culturele activiteiten rond Balo en omgeving, waarbij de aantrekkelijkheid van de georganiseerde evenementen de hele gemeente Pillemaas betreft en zelfs ver daarbuiten, onderstreept deze meerwaarde. Een mooi voorbeeld daarvan is het Theater op Straat, dat dit jaar voor de 10e keer is georganiseerd. Balo beleeft dit jaar het jubileumjaar 800 jaar Balo. En de Stichting Balo Leeft is hierbij de initiator, coördinator en stimulerende bron van voor een veelheid aan activiteiten. En daarmee inspireert de stichting de hele gemeenschap om dit bijzondere jubileum op waardige wijze te herdenken. En als laatste criterium, er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit. En in deze beoordeling heeft de manier waarop Balo Leeft op bijzondere wijze een stuk originaliteit heeft gerealiseerd sterk meegespeeld van voor een veelheid aan activiteiten. En daarmee inspireert de stichting de hele gemeenschap om dit bijzondere jubileum op waardige wijze te herdenken. En als laatste criterium, er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit. En in deze beoordeling heeft de manier waarop Balo Leeft op bijzondere wijze een stuk originaliteit heeft gerealiseerd sterk meegespeeld. In aanloop naar het jubileumjaar 2019 heeft men in 2018, en daar hebben we ook allemaal getuigen van kunnen zijn, Balo Steengoed georganiseerd, waarbij 6 beeldhouwers in 3 weken tijd voor de ogen van het publiek een sculptuur uit natuursteen creëerden. Deze kunstwerken zijn dit jubileumjaar verspreid door Balo, onthuld en overgedragen aan de gemeenschap. En daarom heeft de jury, en dat vinden we allemaal, gemeend om jullie die fantastische mooie prijs toe te kennen. Van harte gefeliciteerd en we gaan die kant op. Balo Leeft ontving ook de meeste stemmen van het publiek en daarom ook de publieksprijs. Gefeliciteerd namens het volk, toch? Ja, de publieksprijs. Dankjewel mensen die allemaal ons gestemd hebben. Die zullen niet allemaal hier zijn, want die uit Afrika waren er niet. En die uit Amerika waren er niet. Maar ze waren wel allemaal met stemmen. Hartstikke bedankt. De stimuleringsprijs ging naar de Kapelse initiatiefgroep Behoud Lazaristenkapel vanwege een jarenlange inzet om dit erfgoed voor de gemeente Pillemaas te behouden. Jullie hebben op allerlei manieren de kapel uitgedragen en daarmee een heel stevige plek hier in het hart van Pillemaas gegeven in kapel. Daarmee van harte proficiat en die stimuleringsprijs is van harte verdiend. Mag ik hem aan jullie samen overhandigen? Dames en heren, nogmaals jullie applaus voor de kapelsinitiatiefgroep ter behulp van de Lazaristenkapel. Die daar zeker in geslaagd zijn en in zullen slagen. De cultuurprijs is een erkenning voor personen, organisaties of evenementen die een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente. Ook Sjaak Kraan uit Helden en Peter en Mijntje Klaassen waren genomineerd. Het was dit jaar voor de 30e keer dat de prijs werd uitgereikt. De avond stond in het teken van film. Muziek uit films werd ter gehoor gebracht. Aan het begin van de avond was er een muzikaal eerbetoon aan Freek Jansen die dit jaar overleed. Thank you.
bestaan. Dankjewel, mijn beste dansbaar.